de opening van de nieuwe stationshal. Dus nu was zuinige stal voor Utrecht Centraal. We staan nu in de eerste deel van de nieuwe OV-terminal in Utrecht. De eerste fase die wij hebben gerealiseerd. En die hebben wij vandaag vanochtend opengesteld voor het publiek. Ja, ik kom hier speciaal even heen om het te bekijken. Ja, het is heel fris, zeg maar. Ja. Ik kom uit spoor 19 aan en dan liep naar boven en dan keek je tegen van die houten schotten aan. Maar nu zag je de stationshal, dus ik was eigenlijk helemaal verbaasd. De gedachte is dat het een grote lichte hal is en een corridorverbinding tussen de oost- en de westzijde van Utrecht. Ik ben zelf bouwkundig, dus ik was heel geïnteresseerd hoe het er allemaal uitziet. En indrukwekkend. Ik vind het heel ruim opgezet. Het is behoorlijk licht, dus het geeft wel een fijn gevoel. Het concept van deze verbouwing is dat wij een grote OV-terminal in Utrecht willen hebben. Waarbij bussen en treinen geïntegreerd in één ruimte met elkaar in verbinding zijn. Dus één doorvoer van reizigers van trein naar bus en tram. We hebben meer ruimte, we hebben de goede verlichting. Er zijn al wat mensen geweest. Leuke opening gehad vanmorgen, dus we zijn erg blij. We hebben nu zeg maar 1/6 deel van de totale verbouwing hebben wij gerealiseerd. En dus de bedoeling dat wij in 2016 de totale hal gaan opleveren voor de reiziger.